Nederland gaat zich nadrukkelijker bemoeien met het bestuur en de overheidsfinanciën op Curaçao. Dat blijkt uit het convenant dat premier Rutte op het eiland heeft gesloten. De situatie van de overheidsfinanciën van Curaçao is dramatisch. De overeenkomst moet daar verandering in brengen. Dit convenant is erop gericht om vanuit Nederland verdere expertise te leveren, bestuurlijke ondersteuning, bijvoorbeeld op het terrein van goed bestuur, op het terrein van solide overheidsfinanciën. Allemaal thema's die nodig zijn om dit sterke landen te maken. Zijn er publieke middelen vanuit Nederland voor beschikbaar gesteld? Nee. Ook economisch gaat het slecht met Curaçao. Zo slecht zelfs dat er voor het eerst meer mensen van Curaçao vertrekken dan zich hervestigen. Premier Rutte en minister Knops brachten samen met een handelsdelegatie een bliksembezoek aan het land. Op Curaçao hopen ze dat het bezoek tot meer Nederlandse investeringen leidt.